Collega's, hartelijk welkom. Ik verklaar de zitting voor geopend. Bis repetita placet. Ik heb geen verontschuldigingen ontvangen, dus ik vermoed dat iedereen die er moet zijn er is. U hebt de agenda gezien met onderzoek van de geloofsbrieven, de eetaflegging. Ik heb dan nog een klein puntje toe te voegen die de opvolging is. Die moet geregeld worden van een van onze collega's. Dat zien we wel straks. Ik begroet ook mijn twee collega's links en rechts die ons gaan bijstaan in de naamafroeping. We hebben het eerste punt op onze agenda, het onderzoek van de geloofsbrieven van de kieskring Vlaams-Brabant en van de opvolgers. Collega's, dit is nu aan de orde. Op 17 juni 2014 heeft de plenaire vergadering beslist de kiesverrichtingen van 25 mei geldig te verklaren voor de kieskring Vlaams-Brabant, met uitzondering van de manueel uitgebrachte stemmen in het kanton Sint-Genesius-Rode. De eetaflegging van de verkozenen van de kieskring Vlaams-Brabant werd dus uitgesteld. De stemmen werden overeenkomst onze beslissing van de plenaire vergadering op 20 juli jongstleden, vrijdag 20 juli, erteld door de ambtenaar van het Vlaams parlement, aangeduid door de griffier, tot op het niveau van het stemcijfer van alle lijsten. Alle partijen met een verkozene in het Vlaams parlement werden uitgenodigd om ten hoogste 3 getuigen af te vaardigen op die ertelling. Het resultaat van die ertelling vindt u in de 2 procesverbalen van het hoofdtelbureau, die mede ondertekend zijn door de aanwezige getuigen en die, vermoed ik, nu op jullie banken zijn rondgedeeld. Op jullie bank vindt u bovendien een derde aanvullend verslag van de griffier over het administratieve onderzoek van de geloofsbrieven, alsmede de definitieve versie van het verslag van het college van deskundigen van 9 juli jongstleden, dat de griffier u reeds in voorlopige versie had bezorgd op 13 juni 2004. Vraagt iemand het woord in verband met het onderzoek van de geloofsbrieven van de kieskring Vlaams-Brabant en van de opvolgers? Ik zie niemand het woord vragen. Dan mag ik aannemen dat het Vlaams parlement het eenparig eens is met de uitslag van de hertelling en met de conclusies van het derde aanvullend verslag over het administratief onderzoek. Is dat een eenparigheid? Ik stel de eenparigheid vast. Dus is de uitslag van de ertelling en de conclusies, zijn die aangenomen? Ik verklaar de volgende verkozenen uit tot de Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ga eerst de namen herinneren. Mevrouw Karin Brouwers, de heer Rick Daams, de heer Piet de Bruin, de heer Jo de Roo, mevrouw Gwenny de Vroe, de heer Michel Doomst, mevrouw Lieve Maas, mevrouw Anne Moerenhout, de heer Bart Neves, mevrouw Katrien Partica, de heer Lorien Parijs, mevrouw Gwendoline Rutten, de heer Hermes Sanctorum van de Voorde, mevrouw Katja Segers, mevrouw Nadia Spinate, de heer Bruno Tobak, de heer Christian van Eiken. En voor ik de volgende naam ga vermelden, begroet ik mijn voornaamgenoot, de voorzitter van de Europese Raad, de heer Herman van Rompuy. Ik deed hetzelfde een week geleden. De heer Peter van Rompuy,
de heer Ben Weitz. Ik roep de kandidaat opvolgers van de kieskring Vlaams-Brabant, van wie het verslag en in het eerste en tweede aanvullend verslag van de griffier over het administratief onderzoek van de geloofsbrieven wordt voorgesteld, om te beslissen dat zij voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, en ik roep ze uit tot opvolger. Geen bezwaar. Ik roep de kandidaat opvolgers van wie in het derde aanvullend verslag van de griffier over het administratief onderzoek van de geloofsbrieven wordt voorgesteld om te beslissen dat zij voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden ook tot opvolger uit te roepen. Collega's, zoals vermeld, een kleine week, een goede week geleden, gaan we overgaan tot de eetaflegging. Om het gemakkelijk te maken voor de twee collega's aan mijn linker en rechterzijde, zou ik beginnen met de letter die wij verleden week hadden uitgetrokken. Met de R. Ja. Dus u kent de procedure. De Vlaamse volksvertegenwoordiger, wiens naam wordt afgeroepen, staan recht en van op hun plaats leggen ze de eed af, die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven en ik ga beginnen met mevrouw Tine Soens, die de eerste namen zal aflezen. Ik verleen u acte van uw eetaflegging. De heer Hermes Sanctorum van de Voorde. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik verleen u acte van uw eetaflegging. Mevrouw Katja Segers. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eetaflegging. De heer Willy Segers. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eetaflegging. Mevrouw Nadia Sminati. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eetaflegging. De heer Bruno Tobak. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eetaflegging. De heer Christian van Eiken. Ik geef u acte van uw eetaflegging. De heer Peter van Rompuy. Ik geef u acte van uw eetaflegging. De heer Ben Weitz. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eetaflegging. Mevrouw Karen Brouwers. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. De heer Rick Daams. Dank u, hè. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. De heer Piet de Bruin. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. De heer Jo de Roo. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. Mevrouw Gwenny de Vroe. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. De heer Michel Doomst. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. Mevrouw Lieve Maas. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. Mevrouw Ann Moerenhout. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. De heer Bart Nevens. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de acte van uw eetaflegging. Mevrouw Katrien Partika.
zweer de grondwet na te leven. Ik wil u van uw eet afleggen. Collega's, iedereen heeft zijn eet afgelegd. Voorzitter, ik denk dat je iemand vergeten bent. Ah. We zijn met 43, hè. Ja. De heer Lorin Parijs. Dank u. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik verleen u acte van uw eed aflegging. Experientia omnia docet. Je doet verder als je wilt. Ah. Nu blijkbaar heeft iedereen zijn eed afgelegd. Goed zo. Dames en heren, het is een plechtig moment. Collega's, ik verklaar het Vlaams parlement geïnstalleerd. De samenstelling van ons parlement zal in de notulen en in een bijlage bij de handelingen van deze vergadering worden opgenomen. Collega's, ik had u gesproken daar straks bij het begin van de zitting van nog een bijkomend punt in de regeling van de werkzaamheden. Het gaat ter gevolge van de benoeming van de heer John Kroonbeet tot staatssecretaris om als agenda aan te vullen met het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van hij die hem zal opvolgen. Geen bezwaar dat dit punt wordt behandeld? Nee? Dan onderzoek je de geloofsbrieven en de eedaflegging die zal volgen van deze nieuwe collega. Bij besluit van 18 juni 2014 is de heer John Kroonbeet met ingang van 18 juni 2014 benoemd tot staatssecretaris. Dientengevolge heeft hij geen zitting meer in het Vlaams parlement. De opvolger die in aanmerking komt om hem voor de duur van zijn mandaat te vervangen is de heer Steven van den Berg. Zijn geloofsbrieven werden reeds goedgekeurd in onze plenaire vergadering van dinsdag 17 juli 2014. Ik roep dan ook de heer Steven van den Bergen uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit recht te staan van op zijn plaats de grondwettelijke eed af te leggen die luidt: ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u acte van uw eedaflegging. Voilà. U bent hartelijk welkom, last but not least, in degenen die een eed hebben afgelegd. Dan volgend punt van onze agenda, de politieke fracties, een samenstelling en aantal. Dames en heren, collega's, artikel 7.2, eerste lid van ons reglement, heeft mij mogelijk gemaakt dat de politieke fracties een samenstelling en een bestuur overhandigde. Dit werd ook op de banken rondgedeeld. Ik neem aan dat u mij ontslaat van de voorlezing deze. Dank u. Overeenkomst artikel 10.1, eerste lid van ons reglement, wordt de evenredige vertegenwoordiging van de fracties gedurende de hele zittingsperiode 2014-2019, vijf jaar lang, berekend op basis van de samenstelling die ik nu zal aanhalen in naam van de fracties en met het aantal leden. De N-VA-fractie telt 43 leden. De CD&V-fractie telt 27 leden. De Open VLD-fractie telt 19 leden. De SPA-fractie telt 18 leden. De Groen-fractie telt 10 leden. De VB-fractie telt 6 leden. En meneer Christian van Eiken bestaat op zijn eigen, als ik het zo kan zeggen, is geen lid van een fractie, maar lid van dit parlement. Neemt het Vlaams parlement akte van deze aan mij medegedeelde samenstelling? Ja, dat is ook in Berg. Wij gaan goed vooruit. Verkiezing van het bureau. Collega's, aan de orde
is de verkiezing van het bureau van het Vlaams parlement. Het scheidend bureau was als volgt samengesteld. Voorzitter, de heer Jan Peumans. Eerste ondervoorzitter, mevrouw Veerle Heeren. Tweede ondervoorzitter, mevrouw Marijke Dillen. Derde ondervoorzitter, de heer Dirk van Mechelen. Vierde ondervoorzitter, mevrouw Mia de Vits. Vijfde ondervoorzitter, de heer Jos de Meijer. Zesde ondervoorzitter, de heer Philippe de Winter. Secretaris, de heer Marino Keuren, de heer Bart Martens en de heer Erik van Rompuy. Zijn er vragen over wat maar een vaststelling is en door mij u wordt medegedeeld? Nee, dan ga ik overgaan tot de voordracht van de kandidaten die het ambt van het bureau gaan vervullen. Ik zal alle fracties het woord geven. Meneer Matthias Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat mij u eerst bedanken voor het werk van de voorbije weken dat u het nieuwbakken parlement hier in zijn eerste stappen begeleid hebt. Maar wij hebben gisteren, zoals het reglement voorschrijft, artikel 11, hebben wij overleg gepleegd met de fractievoorzitters van de verschillende fracties. En wij hebben er inderdaad voor gekozen om vandaag het nieuw bureau aan te duiden. Als voorzitter zouden wij Jan Peumans voordragen. En dan ga ik het, ik zal dan ook onze leden van het bureau opsommen. Voor ons is dat de tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen, eerste secretaris Nadia Sminati en derde secretaris Annick de Ridder. Dank u wel, collega. Fractieleider Koen van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter, ik wil mij graag aansluiten bij het woordje van dank van mijn collega naar u toe voor het verloop van de voorbije weken. Hartelijk dank daarvoor. En wij zouden graag Jos de Meijer willen voordragen als ondervoorzitter en Kathleen Hilze als secretaris. Dank u wel, collega. Fractieleider Bart Ommelijn. Meneer de voorzitter, wij stellen voor als derde ondervoorzitter voor dit bureau uzelf, Herman de Kroo. Dank u wel. Dan moet ik het woord verlenen, mag ik het woord verlenen aan Bart van Malderen. Meneer van Malderen. Dank u, voorzitter. Wij dragen er een aantal aan duid voor als lid van het bureau. Ik wil de vergadering er ook attent op maken dat wij als fractie een voorstel tot wijziging van het reglement hebben ingediend. Met name een wijziging van artikel 12.1, waar wij voorstellen om een ondervoorzitter te schrappen, zodanig dat het bureau in de toekomst, als het parlement dit voorstel volgt, zou bestaan uit 7 ondervoorzitters. En meteen zou dit bedrag of dit getal dan kunnen dienen om het budget voor dit bureau te bepalen, waarna dat we kunnen voorstreven om het bureau een betere samenstelling of een betere vertegenwoordiging van de samenstelling van dit parlement geven. Als u dit volgt, betekent dit een besparing van 12,5% op de werkingskosten van. Ik begrijp dat dat een voorstel is ad futurum, voor later. En dat dit voorstel is vandaag neergelegd en wij vragen dat dit zou behandeld worden. Maar vandaag de dag volgen wij het reglement, die zegt 8 leden in het bureau. Hè. Ik vermoed dat er geen betwisting over was, anders had ik al reeds die betwisting gehoord. Dan heb ik, zijn de 8 leden van het bureau aangeduid geweest. Meneer Tommelijn. Meneer de voorzitter, zoals u daarnet hebt aangekondigd, bestond het vorige bureau uit 10 leden. En dit was het gevolg van een politieke beslissing van de toenmalige meerderheid om het aantal leden op te trekken. Het reglement spreekt vandaag over 8 leden en dat is het reglement. Het parlement kan ten allen tijde, zoals ook mijn collega van de SPA voorstelt, het aantal bureauleden verminderen of vermeerderen. Dat staat trouwens in het reglement. We stellen echter vast dat bij de berekening en bij de toewijzing van het aantal bureauleden per fractie vandaag in dit Vlaams parlement een systeem wordt gehanteerd dat al een bekend is, het systeem DONT. En dat systeem DONT wordt ook toegepast bij de verkiezingen zelf. Zodanig dat bij de toewijzing van de zetels grotere partijen bevoordeeld worden ten opzichte van kleinere partijen. Als wij nu vandaag dit doortrekken, en dit wordt doorgetrokken in de gewoonten, want dit staat niet in het reglement, en opnieuw het stelsel DONT toepassen, dan wordt het stelsel DONT op het stelsel DONT toegepast. En dan kom je tot de situatie dat in feite het bureau van het Vlaams parlement helemaal niet meer de weerspiegeling is van de juiste samenstelling van de fracties in het parlement.
Wij betreuren dit en wij zouden bij ten zeerste er willen op aandringen dat het bureau van het Vlaams parlement zich beraadt over de toekomstige toewijzing van de verschillende mandaten die toekomen aan de fracties, zodanig dat het bureau van het Vlaams parlement een meer correctere samenstelling heeft en een meer correctere weerspiegeling is van hetgeen in het parlement verkozen is en wat de kiezer ook heeft gevraagd. Vandaag is het zo dat fracties niet vertegenwoordigd zijn in het bureau, niet tegenstaande ze toch wel een fractie vormen, en dat een aantal fracties oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van het aantal zetels die ze behaald hebben. Dus wij dringen erop aan dat in de toekomst het bureau daar zich zou over beraden om naar een evenwichtiger weerspiegeling te komen van wat het parlement is in het belang van de democratie. Dank u wel. Ik heb nog twee tussenkomsten. Fractieleider Bjorn Roska, en dan zal ik komen naar meneer Janssens. Ja, voorzitter, collega's. Ik dacht dat wij gisteren eigenlijk de afspraak hadden gemaakt, en ik wil dat toch wel benadrukken, dat dit een tijdelijke aanstelling is van het vast bureau. En dat die tijdelijkheid in zich, die tijdelijkheid is wat mij betreft geen enkel probleem. We gaan ook de voorgestelde kandidaten die door de verschillende fracties naar voren geschoven zijn steunen vanuit de Groenfractie. Maar ik dacht dat tegelijkertijd, maar blijkbaar zijn er een aantal fracties die sneller willen lopen, dat tegelijkertijd eigenlijk de discussie die ook door collega Tomlijn is aangesneden, dat we die inderdaad gaan bekijken bij de definitieve vaststelling van het toekomstig vast bureau. Want het is ook onze overtuiging dat op dit moment eigenlijk er geen voldoende brede afspiegeling zit in het huidige vast bureau. En ik zou dit vast bureau toch niet willen onderschatten. Het vast bureau is een instrument van het parlement, geen instrument van de meerderheid. En in het vast bureau worden wel degelijk beslissingen genomen die, denk ik, elke fractie aanbelangen. Al is het maar het aansturen van de Vlaamse instellingen zoals Kinderrechtencommissariaat of het Vlaams Vredesinstituut. Ook personeelsaangelegenheden worden daar besproken. Dus ook mijn fractie wil daar eigenlijk de discussie over voeren in de toekomst. En eigenlijk ook wel nog eens een aantal andere dingen. Maar ik denk dat dat ook het toekomstig vast bureau is die zich daarover zal moeten buigen. Ook een aantal andere dingen die veel breder gaan, die in het huidige reglement kunnen aangepast worden om van dit huis opnieuw eigenlijk een stuk een sterk huis te maken en een sterk parlement. En daar valt het vast bureau wat ons betreft ook onder. Dank u wel. Ik heb nog het woord zien vragen aan dominee Chris Janssens. Ja, dank u voorzitter. Volgens het huidige reglement, het reglement dat tot de dag van vandaag nog bestaat, worden wij niet geacht om iemand voor het bureau aan te duiden. Maar ik wil me in elk geval aansluiten bij, zeer kort, bij hetgeen de collega's van VLD en Groen gezegd hebben, namelijk dat dat het bureau, het vastbureau, een zo correct mogelijke weergave moet zijn van het voltallige parlement. En ten tweede, we duiden vandaag inderdaad een bureau tijdelijk aan. En wat dat betreft heb ik geen probleem. Maar bij één ding wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen. Namelijk bij de mogelijke tijdelijkheid van de functie van voorzitter van dit parlement. Dat zou ik betreuren indien dat een tijdelijke functie zou zijn. Uiteraard afhankelijk van de regeringsonderhandelingen. Maar het democratisch verkozen parlement, dit Vlaams parlement, is de eerste macht. De Vlaamse regering wordt trouwens ook aangesteld en gecontroleerd door dit Vlaams parlement. En ik vind het dan ook jammer dat de functie van parlementsvoorzitter, toch de belangrijkste functie, dacht ik, in deze assemblée, dat die gekoppeld zou worden, opnieuw gekoppeld zou worden aan de regeringsonderhandelingen, waarbij dan degene die net niet minister wordt, dat die getroost wordt, tussen aanhalingstekens. Ik vind het geen correcte omschrijving, maar het blijkt in de realiteit wel zo te zijn, dat die getroost wordt met een functie als voorzitter van dit parlement. Ik denk dat dit parlement beter verdient dan een voorzitterschap dat het resultaat is van politiek gemarchandeer. Nog even geduld, als u mij toestaat, wil ik ook nog wel wat lauwerende woorden zeggen over de voorzitter. Maar ik denk dat dit parlement moet kiezen om duidelijk haar eigen weg te gaan. Als de afwijzing van de informateursnota, en ik begrijp dat is een debat voor later en misschien ook voor een ander parlement, maar als de afwijzing van de informateursnota, die zelfs geen nota light, maar een nota zero is, als die één ding bewijst, dan is dat het signaal van de Vlaamse kiezer compleet genegeerd wordt. En dit Vlaams parlement moet dus Vlaanderen meer soevereiniteit geven en durven radicale
keuzes maken. En wat de functie van voorzitter betreft, uiteraard rekenen wij erop als, denk ik, vermoedelijke oppositiepartij dat de voorzitter van het parlement volledig onafhankelijk zijn taak kan uitoefenen, dat hij over de grenzen van meerderheid en oppositie heen het spreekrecht van alle volksvertegenwoordigers garandeert, dat hij het parlement niet een ondergeschikte rol dwingt ten opzichte van de aan te stellen regering. Ik wil dus namens mijn fractie de voorgedragen persoon, voor wie ik overigens veel respect heb, met enig voorbehoud ons vertrouwen geven. Ik denk dat ongeveer de helft van de mensen die hier intussen de eed hebben afgelegd, dat ongeveer de helft daarvan in de vorige legislatuur ervaring heeft opgedaan met collega Jan Peumers als leider van de plenaire vergaderingen. En als hij met dezelfde integriteit en als hij met evenveel passie en inzet de belangen behartigt van elke volksvertegenwoordiger individueel en van dit parlement als geheel, dan ben ik ervan overtuigd dat wij over 5 jaar geen enkele reden tot klagen zullen hebben. En het mag dan misschien wel, waarde collega Peumers, goede provinciegenoot, het mag dan misschien wel af en toe met iets minder schoolmeesterachtige berispingen en met iets meer flexibiliteit dan in de voorbije legislatuur. Maar ik denk dat u de voorbije jaar voldoende krediet heeft opgebouwd om op hetzelfde elan verder te mogen gaan. Ik durf dus hopen dat u zowel voor ons allemaal, voor alle 124 of 123 behalve uzelf en voor dit parlement als geheel, dat u van uw huidige tijdelijke aanstelling, als de regeringsonderhandelingen in de plooi vallen zoals het er nu naar uitziet, denk ik te mogen zeggen dat u van uw huidige tijdelijke aanstelling er bewust voor kiest om er een definitieve van te maken en dat u samen met ons allen van dit parlement meer dan ooit het meest representatieve parlement van alle Vlamingen maakt. En ik wens u daarbij alvast namens mijn fractie veel succes. Dank u wel, meneer Janssens. Ik moet zeggen dat ik in een nabijgelegen parlementair pand toch wat ervaring heb opgedaan wat betreft het voortzetten zijn. En wat betreft de tijdelijkheid ben ik daar vandaag de levende illustratie van. Meneer Matthias Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Om te beginnen bij de opmerking van collega Janssens. Wij hebben er specifiek voor gekozen om nu reeds het bureau aan te duiden, om te onderlijnen wat je zegt. Hè. Er is helemaal nog geen meerderheid. Dus daarom hebben we net nu het bureau aangeduid, zoals het reglement ook voorschrijft, in overleg met de fractieleiders. Maar je bent heel erg bedankt om zo in te zitten met de gevoelens van collega Peumans. Ik wil me dan in een tweede punt aansluiten bij de verwondering van collega Roschka, want we hebben hier gisteren over samengezeten. En toen was er de consensus om vandaag een bureau van 8 leden aan te duiden. En dat zouden we verder wel zien, maar blijkbaar zijn er partijen die nu de vlucht vooruit willen nemen. En ik hoor er dan pleiten om te gaan naar 10. Er zijn blijkbaar partijen die ervoor kiezen om nog postjes bij te creëren. Anderen gaan dan eerder. Anderen doen dan een vaststelling. Anderen doen de vaststelling van een oververtegenwoordiging, maar het valt dan natuurlijk op dat in het verleden die oververtegenwoordiging nooit een reden geweest is om zichzelf die extraatjes te ontzeggen. Dus ik vind het een heel mooi teken dat we hier zien waar dat de prioriteiten van de collega's liggen. Nu, ik zou mij aan de afspraak willen houden die we gisteren gemaakt hebben. En dat is dat het inderdaad een voorlopige samenstelling is en dat we dat terugbrengen ter discussie op de tafel van het bureau de komende weken. Dank u wel. Ik heb geen concreet tegenvoorstellen gehoord wat betreft het eventuele gelijk zijn van het aantal kandidaten aan het aantal openstaande ambten in toepassing van ons reglement. Ik heb geen tegenvoorstellen gehoord. Dat later het parlement erover discuteert, is het recht uiteraard van dit parlement. Dus ik stel vast, collega's, dat het aantal kandidaten voor elk ambt in het bureau overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen. Ik stel dat vast. Dus ik verklaar als verkozene dat voorzitter de heer Jan Peumans, tot eerste ondervoorzitter de heer Jos de Meijer, tot tweede ondervoorzitter de heer Wilfried van Dalen, tot derde ondervoorzitter Herman de Croo, tot vierde ondervoorzitter de heer Renaat Landuit, tot secretaris mevrouw Nadia Sminate, mevrouw Kathleen Helsen, mevrouw Annick de Ridder. Voor ik
tot de laatste operatie overga. Wat mij betreft zou ik willen dat Tine Soen San Francisco van der Jeugd, die voor één keer, misschien de laatste keer, hun plichten met veel charme en doeltreffendheid hebben vervuld, dat ze ons applaus krijgen en zich dan terugtrekken als ik zeg. Collega's, ik verzoek nu de twee secretarissen de volgorde van een aanduiding, mevrouw Nadia Sminati en mevrouw Katrien Elsen, hun plaats te komen innemen. Maar ik wil eerst en vooral verwelkomen hier op deze plaats, die je heel goed kent, uw voorzitter Jan Peumans, die ik feliciteer. Beste collega's, beste medewerkers, geacht publiek, dames en heren. Collega's, in ieder geval hartelijk bedankt voor het vertrouwen. Ik ben blij dat ik voorlopig terug voorzitter ben van dit Vlaams parlement. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat het Vlaams parlement gedurende de komende 5 jaar als een levendig en spitant parlement mag functioneren. Ik wens in het bijzonder de heer Herman de Croo te bedanken voor de wijze waarop hij gedurende de laatste 14 dagen, want ik denk collega de Croo, uw opdracht is eigenlijk veel breder geworden, had u zich heel waarschijnlijk niet zo voorgesteld met die hertelling enzovoorts, maar ik wens u daar toch namens het hele parlement voor te bedanken dat u dat in de uw gekende stijl tot een heel goed einde gebracht heeft. Ik sluit ook graag aan bij hetgeen Herman de Croo hier vorige week betoogde, zeer merkwaardig woord. Het debat over de grote maatschappelijke vraagstukken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd moet hier veel meer aan bod komen. Het parlement moet zich veel minder bezighouden met de waan van de dag. Dames en heren, ik hoop dat degenen die nu aan het roer staan van de Vlaamse formatievorming vrij snel een Vlaamse regering zullen vormen. En ik wens hen heel veel moed en overtuigingskracht toe om een regeerakkoord te maken dat aan de werkelijke noden en behoeften van de Vlamingen tegemoet komt. Eens de nieuwe regering in de startblokken staat, kan dit nieuwe parlement er ook invliegen en nauwlettend in het oog houden dat Vlaanderen goed bestuurd wordt. En ik dank u nogmaals allemaal voor het vertrouwen. Dames en heren, ik verklaar het Vlaams parlement geconstitueerd. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse regering, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Parlement de la Communauté Française, het Parlement Wallon, het Parlement der Duitssprachige Gemeinschaft, het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Assemblée de la Commission Communautaire Française. Dames en heren, met brief van 10 juni 2014 deelt de voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement mee dat het parlement ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig is verklaard. Met brief van 11 juni 2014 deelt de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie mee dat die vergadering ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig is verklaard. Bij brief van 12 juni 2014 deelt de voorzitter van de Assemblée de la Commission Communautaire Française mee dat die Assemblée zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Bij brief van 12 juni 2014 deelt de voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee dat de Raad zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Bij brief van 13 juni 2014 deelt de voorzitter van het Parlement Wallon mee dat het parlement zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. En tenslotte bij brief van 17 juni 2014 deelt de voorzitter van het parlement de la Communauté Française mee dat het parlement zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Dames en heren, bij brief van 26 mei 2014 heeft minister-president Chris Peeters het ontslag van de Vlaamse regering aangeboden. Overeenkomstig artikel 26 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen moeten wij onverwijld in de vervanging voorzien. Zoals conform artikel 60 paragraaf 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de vorming der instellingen de vereiste voordracht of voortdrachten worden gedaan, kunnen we ons daarover in plenaire vergadering uitspreken.
Dames en heren, onmiddellijk aansluitend op de plenaire vergadering worden de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de kieskring Vlaams-Brabant, met de nadruk op de volksvertegenwoordigers van de kieskring Vlaams-Brabant, dat is trouwens ook uit zuinigheidsoverwegingen, samen met hun naaste familie verwacht in de zuilenzaal hiernaast voor een receptie. Ik zei dus heel duidelijk, meneer Van Dijk, Vlaams-Brabant. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van zijn werkzaamheden voor vandaag. Ik stel voor het bepalen van de datum, uur en agenda van de volgende plenaire vergadering aan het uitgebreide bureau over te laten. Is daar geen bezwaar tegen? Nee, dan is de vergadering gesloten en wens ik u een prettige voortzetting van uw werkdag.